FC Groningen tegen Sparta. Commentaar vanuit het noorden krijgt u van Theo Rijtsma. Hier is hij. 8e minuut, uitrap van Berends. Twee ploegen hebben tot dusver erg hun best gedaan om links en rechts aanwijzingen te geven over wie moest bespelen. Want de organisatie aan beide kanten is nog niet geheel vlekkeloos. Ingooi van Bert Jansen. Van der Gijp, Jansen. Van der Gijp, Jansen. Hoekschop. Eerste winst voor Sparta in dit opzicht. Geert Meijer. Met zijn linkerbeen voor de hoekschop op rechts. Van Gaal was voorin. Meijer, bal bleef in. En nu niet meer dan een ingooi. Van der Gijp dichtbij. Te kort voor Meijer. Geen leuke bal. Toch een vrije trap. Voordeel. Omdat Mulder een gestrekt been had om in te komen. Als je echt pijn hebt, zegt Wehrink, dan kun je die 2 meter er wel even bij pakken. Om dan buiten de lijnen te worden behandeld. Buiten de lijn is buiten de lijn natuurlijk. Vrije trap van der Gijp. 2 man, 3 man sterk in de lucht. 4 man zelf sterk in de lucht, want Robinson is ook voorin en Van Gaal. Moet je wel zoeken natuurlijk hoog, als je daar je sterke mensen hebt. Loggie wil erbij, Grievertas mist. Loggie, en dan? Bloemberg was rustig, Van der Gijp opnieuw. En nog steeds die lange mensen en die sterke mensen in de lucht. Maar weer gebruikte Loggie een hand. Mulder, Van der Gijp. Hiddink. Boer. Van Dijk. En Berends. En zo langzamerhand wit heet de Sparta-figuren. Die verwensingen slingeren naar de jongen van der Gijp. Want die steekt weer geen been uit in verdedigend opzicht. Loggie. Won zijn eerste duel in de lucht. Tot dusver werd hij veelal afgefloten. Van Gaal, Bert Jansen. Van Tichelen vraagt. Hier is hij. Goeie aanval. Of net te ver die bal. Grievers trap. Houtman wint. En Robinson kon er helemaal niets aan doen. Dijkstra. Houtman weer aan speelbaar en vrij. Daar is hij. Scoort. Nee. Nu wel. Knappe winst van Peter Houtman. Hij wint in eerste instantie het duel in de lucht. Gaat zelf vervolgens in zijn eentje door. Krijgt opmerkelijk veel vrijheid bij het doorgaan. En dan gebruikt hij 2 mogelijkheden om er 1 doelpunt uit te halen. Houtman brengt Groningen in de 21ste minuut op 1-0. 23ste minuut, Stevens vrije trap. Geels nu. Nee, hij niet. Gewoon een winst van Bloemberg. En een waarschuwing voor Loggie en een gele kaart. Omdat hij zegt van, zegt scheidsrechter, kijk eens, bij het duel met Geels ging het helemaal fout. Uitrap van Azing Griever, Dijkstra bij Van Gaal en Jan van Dijk van Groningen. Groningen heeft de wedstrijd nu op een opmerkelijke manier naar zich toegetrokken. Draait soepel naar dat doelpunt. Hiddink. Kijk maar. Oh, wat een misser hier. Wat een misser daar in het doel. Sparta op 2-0 achter. Enerzijds ontiegelijk veel verwijten ten opzichte van René van der Gijp. Die geen hand uitsteekt in verdedigend opzicht. En daar dan dat schot dat mogelijkerwijs beter had kunnen worden gekeerd dan nu gebeurde daar in dat Sparta-doel door Berends. 2-0 Groningen. Bloemberg. Waalderbos. Boer. En nu Hiddink weer. Ja, zo speelt Groningen Sparta uit. Heel eenvoudig. Dijkstra. Mulder. Kan het alleen maar wensen dat het zo gaat, zoals bij Groningen hier gebeurt. Sparta volslagen in paniek eigenlijk. Volslagen weggespeeld op dit moment. Hiddink. Afgefloten Houtman, vrije trap Berends. Bloemberg op Van Dijk. Houtman wint en Berends verwachtte dat niet. En dan
herstelt Berends zich. Dat is maar goed ook met Keuken zo dicht in de buurt. Van Dijk. Bloemberg. Bakker. Hiddink. Houtman. Hiddink. Natuurlijk, prima gedaan van Groningen. Dijkstra. Schitterend. Schitterend afgekrald, zeg. Prima doelpunt. Prima doelpunt van Dijkstra. En hier bewijst hij waarom hij in de basis staat. Bij het begin van dit seizoen. Dat is een knal. Prima. Dijkstra of Keukens. Mulder. Boer. Houtman. Tuurlijk, doorgaan. Volgende Groningen moment. Tik-tak. Overtreding, ja, niet zo'n leuke. Dat is een trap van achterin. Van Tik-tok, blessure bij Van Dijk. En als alles goed gaat, ja inderdaad, de gele kaart voor Tik-tak. Getrokken door Wering. Hiddink. Houtman, Hiddink. Nou nou, de rand blijft Sparta bespaard. Loggi. Statische speler, volledig aan banden gelegd vanavond. Van Gaal. Hij moet wel zelf, want hij kan tenminste nog iets. Jansen, overigens ook. Goed schot. En Hiddink is rustig. Robinson. Ja, Groningen zit nu gewoon in een lekkere situatie. Het wacht af wat Sparta fout gaat doen. Houtman zag het nu, hoe de paas van Robinson verkeerd kwam. Lekker terugtrekken, wachten wat Sparta verzint. En dan toemappen via een counter. Hier wordt hij niet eens snel uitgevoerd. Maar als het maar efficiënt gebeurt, dan kan het best nog aardig worden voor Sparta, voor Groningen. Keukens komt. Door Dijkstra gezonden, bal achter. Nee, dat niet. En dan Bakker. Bakker nog een keer over. Groningen is Hiddink. En openen natuurlijk in hetzelfde tempo via Walenbos. En Sparta loopt er maar achteraan. En vinkt en vangt helemaal niets. Timi Sela nu. Net in de ploeg voor Bakker. Loggi. Tik-tak. Maar ja. Superieure klasse lijkt bij één ploeg verzameld te zijn. En dat is bij Groningen. Want zo gemakkelijk als het daar allemaal gaat. Zo moeizaam draaft Sparta achter de feiten aan. Nu een keertje Dijkstra zoeken. Daar is hij. En hij kan knallen ook. Ja, dat heeft een enorm goed inzicht. Wie is die Dijkstra dan wel, zou je denken, bij de FC Groningen. Vervanger van Leen Zwanenburg. Wel, hij laat het zien met zijn tweede doelpunt. Hij was al lang in Groningen bekend. Was even weg uit de betaalde voetbal. Zat er vorig jaar alweer bij. En nu in deze competitie mag hij dan voluit meedraaien. En het is duidelijk waarom. Want hij kan een knal geven, zeg. Hij kan een doelpunt maken. Zijn tweede, het is 4-0 in de 30ste minuut naar rust. Veldmaten. Dijkstra, oh pas op. Dat is dan voornamelijk aan Sparta gericht, inderdaad, want hij kan schieten. Hiddink, 5-0. Nou, goed werk van Peter Houtman, die mij overigens een kleine overtreding leek te begaan. Maar goed, er kwam ruimte voor die Hiddink. En die had ook al zoveel gedaan in deze wedstrijd. Zoveel goed werk, zo vaak zich ingeschakeld bij diverse aanvallen. Zijn loon haalt hij hier in de 42ste minuut van de tweede helft. Hij scoort 5-0. Spanning, sfeer en sensatie bij de FC Groningen. Barry Hughes zal er jaloers op zijn.